is de tip van Chip. Volgens mij staat hij nu aan. Zijn we dan? Ja, staat dan. Oh, ja. Leuk. Ja. Leuk. Dan gaan we het even over jou hebben. Ja, is goed. Gaan we nu even over jou hebben. Ja, want hoeveel van die dingen heb je nou opgenomen, zei je? 14. 14? Ja, dus ik heb er nu de 8e heb ik nu online staan. En ik heb er 14 opgenomen. Ik dus... ben zo benieuwd wat het jou leert. Ja, ik bedoel, ik snap, techniek. En ja. Maar wat zijn dingen waarvan je echt denkt... Ja, het zijn allemaal kleine petrischaaltjes van onderzoek. Dat is heel leuk. Elke week is er een thema. Ik vind het een soort feestje. Dan kan ik ergens induiken. Ja. En dat heeft, ik mag ook zelf kiezen met wie ik aan tafel ga. Dus het heeft, elk thema heeft een hele specifieke... Daar ben ik echt benieuwd naar. En de meeste mensen zeggen waarschijnlijk meteen, ja, leuk. Tot nu toe, ja. Ik heb een enkeling die nog niet reageert. Of die zegt, Maaike, ja, iedereen vindt het wel leuk om te doen. En dat is natuurlijk ook wel... ook wel misschien de moeite waard om je eigen verhaal en je gedachten uit te wisselen met iemand. Ja. En ik heb ook vaak wel een vraag of een centraal idee. Dus dat vind ik, dat is heel leuk. Wat ik zo tof vind is, voor mij is natuurlijk die verbinding theorie-praktijk cruciaal. Ja. En dit is daar een soort van nieuwe vorm in. Hè? Ja. Dus het zoomt ook, dus ik hoor hem her en der. De laatste? Ja, leuk. Ja. Ja, dat wordt wel goed. Het wordt best wel goed. Ja. Ik dacht in het begin, nou, als ik nou 100 luisteraars heb... Dan is het ook wel fijn. Blij. En nu gaat het wel... Er worden wel meer hogere cijfers gaan. Maar goed, daar gaat het uiteindelijk niet echt om. Nee. Hoewel stiekem wil je natuurlijk gezien worden. Tuurlijk. Hoort bij een professional zijn. Hoort volgens mij bij mens zijn. Ja. Maar wat ik me afvraag is, hoe balanceer je nou... Tussen, doe je dat tijdens het gesprek? Dat je denkt, wie interesseert dit nu wel of niet? Of moet ik een beetje bijsturen? Dus hoe balanceer je tussen je eigen leren en ontwikkelen? Wat volgens mij voor jou, volgens mij is dat een deel van de successtory. Hè? Dat jij vanuit je eigen interesse, ik voel een ander soort dynamiek in het gesprek. Ja. Ik wil het ook wel echt graag weten. Ja. Ik ben nog niet echt bezig met... In het begin was ik dat wel nog een beetje van... Hoe is komt het voor, dit aan? Komt dit aan? Maar dat ben ik wel... Ik denk als je nu terugkijkt naar die opnames... dat er steeds meer interactie is... en dat ik wel meer durf, zeg maar. Ook omdat ik wat gemakkelijker ben met de techniek. Ja. Dat speelt ook wel mee. Ja. Maar ik probeer eigenlijk zelf te... daarom meandert het ook wel. Ik haak wel aan op dingen. Dat ik, hoe zit dit dan in relatie tot iets anders? Ja. Of bijvoorbeeld dat evalueren en reflecteren, dat zet me wel in, dat zet me echt aan denken. Denk, oh ja, daar wil ik meteen wat over schrijven of over doen. Of, dat vind ik heel leuk. Zo, en ik luister dan ook wel terug. En dan heb ik meestal wel weer input voor iets nieuws. Ja. Dus jij gebruikt een soort van opstapje ook om verder te bouwen, verder te schrijven of dingen in te maken. Ja, en ik zie het echt als mijn eigen professionele ontwikkeling. Ja. Klinkt een beetje... dat snap ik wel. Zo, ik waanzinnig heb gewoon, cadeautje. Ja, een cadeautje om met jou, Jan Bransen, Jaap, Lijken, Jitske ga ik nog ontmoeten. Ja. Maar ook Katja Staartjes, die heeft de Mount Everest beklommen. Oh ja. Ja, die ga ik ook in de uitzending zien. Oh, wow. Filosofen. Ja. Het is natuurlijk, gaat alle kanten op, maar het gaat wel steeds over leren, ontwikkelen. En dat kan je dan vanuit filosofie bekijken, vanuit sport, vanuit wetenschap. Ja, en doe eens iets over wat je hebt geleerd aan wat werkt in gesprekken of wat niet. Of wanneer krijg je buikpijn dat je tijdens een gesprek denkt, Ik denk dat die vragen van de luisteraars wel fijn werken. Dat vind ik een leuke mix, voor mijzelf in ieder geval. Omdat je ook kunt schakelen. Ja, kan ik even schakelen naar een andere dynamiek, zeg maar. Ja, ja, ja. Dat werkt wel voor mij. Je ziet jezelf natuurlijk ook terug. Dat is af en toe wel confronterend. Ik merk dat ik af en toe wel lang dat werk. Ik probeer korter, wat betere vragen te stellen. Soms ben ik wat lang van stof. Voor jezelf? Ja, vind ik. Of ben ik niet duidelijk? Articuleer ik niet duidelijk? Dat vind ik af en toe nog wel. Dat klinkt gek, maar dat vind ik echt een punt. Ik heb bijvoorbeeld net recent het luisterboek ingesproken van Denken in Organisaties. En ik praat ongeveer 2-3 keer te snel. Ik moet echt, die man zei, jeetje Chip, langzamer. En dat hoor ik, als ik me terug hoor, hoor ik dat ook. Ja, misschien heel technisch. Dat probeer als je het nu zegt, denk ik, we hadden ook wel een flink tempo erin. We hebben wel tempo, ja. Jij bent ook wel vlot, maar je bent niet snel. Maar goed, het is niet ligt helemaal... Het ligt er heel erg aan, denk ik, of je zelf in de denkmodus terechtkomt of niet. Ja. Vertraging is wel een belangrijk ding, denk ik. Maar ik durf wel meer naar mezelf te luisteren wat ik wil weten. In plaats van, in het begin was ik nog wel iets meer bezig. Maar ik had geluk, ik heb wel hele leuke gasten gehad die in het begin ook wisten dat de eerste uitzending was. Ik had Jozef Kessel als eerste in de uitzending. Ja,
die, dat helpt. Dat helpt. Ja. En Jan is ook, Jan Brans is een ontzettend fijne man. Die, die is niet gek te krijgen, zeg maar. Maar ik had bijvoorbeeld Maarten van Buren, is echt een hele serieuze filosoof. En ik merkte, dat was wel af en toe wel spannend om hem ook een goed podium te laten krijgen en zelf mee te doen. Ja. Dat vond ik nog wel zoeken. Omdat het onderwerp heel erg van hem is. Ja, Uiteindelijk is dat echt wel fijn. Je moet wel aanwezig blijven. Ja, je moet wel aanwezig blijven. Het is niet dat hij aan het vertellen was of zij aan het vertellen was. Je moet wel meedoen. Ik heb een beetje als voorbeeld de Joe Rogan Show. Dat is een Amerikaanse, een van de grootste YouTube en podcast denk ik in de wereld. Dat is een Amerikaanse sporter en die interviewt iedereen eigenlijk. En die voert echt een gesprek. Ja. Niet zozeer een interview. Maar wel over die leest een boek en zegt, hey, hoe zit dat nou met, is de wereld plat, weet je wel? Dan gaat hij daar met iemand over praten. Ja, ja, ja. Dat vind ik heel leuk. Dat is fijn, hè? Dat vind ik wel fijn, ja. Ja. En waar ik ook benieuwd naar ben, is, ben je nou dingen tegengekomen waarvan je denkt, daar ben ik echt anders door gaan kijken zelf ook? Dus als je zegt, het gaat ook over mijn eigen professionalisering. Ja, ik denk wel dat het gesprek met Marcel Smeijer voor mij wel heel veel indruk heeft gemaakt. Dat is die rekenkundige die heel veel onderzoek doet naar expliciete directe instructie. En ik denk dat... Waar zat het dan in? Nou, ik denk wel dat ik erachter ben gekomen dat onderwijsideologie, of dat mijn persoonlijke ideologie als het gaat over onderwijs, over leren, niet altijd gestoeld wordt door wetenschap of door onderbouwing. En eigenlijk ook vaak niet werkt. En als ik het echt kritisch zeg, dat het ook iets elitairs heeft. Dus je werd gedwongen eigenlijk de andere kant van je gelijk te onderzoeken. Was al eerder, ik kende hem al eerder. Ik heb een aantal stukken geschreven in NRC over rekenen. Toen kwam ik er eigenlijk wel achter dat bijvoorbeeld rekenen of leren schrijven op de basisschool, maar ook in een mbo, en daar heb ik ook al veel werk, veel projecten gedaan, dat echt vraagt om een hele duidelijke goede leerkracht die een didactiek omarmt. En dat pedagogiek in de onderwijskunde een hele sterke nadruk is gaan krijgen de afgelopen jaren. En dat het eigenlijk het didactiek niet meer zo... Te weinig. Het idee van zelfsturing in het onderwijs of op een basisschool of ontdekkend leren of de 21st century skills bijvoorbeeld. Het idee van creativiteit, probleemoplossend vermogen. Ja, dat is helemaal niet goed voor kinderen om daar, om daarmee geconfronteerd te worden. Kennis is eigenlijk heel erg belangrijk op een basisschool. Dus dat was voor mij wel een belangrijk moment. Mooi. Ja, dat heeft echt wel wat dingen. Ik ben ook wel veel meer gaan lezen over die kant van onderwijs. Betekent dit nou dat je eigenlijk niet alleen mensen moet opzoeken die in jouw verlengde liggen, maar juist meer grenzen over moet gaan? Ja, dat is nu, ik denk het wel, ja. Dat wil ik eigenlijk nog wel meer doen. Ja. Natuurlijk heb je in het begin wel, ik vind het gewoon heel leuk om met die mensen in gesprek te gaan, iets moois te maken. Dat vind ik eigenlijk ook leuk. Heb je straks zo'n podcast met die speakers notes, daar kan ik wel een soort blij gevoel van krijgen. Een soort boekenkast, hè, maar dan digitaal. Ja. Neemt geen ruimte. Maar ik zou denk ik wel nog meer tegengestelde, of hoe zeg je dat? Tegengeluiden. Ja. Want wij kwamen volgens mij in het gesprek niet echt iets tegen waarvan je dacht, daar ben ik het helemaal niet mee eens, of wel? Nee, het enige waar ik nog op ben, niet als tegengeluid, maar dat ik steeds vaker ook wel denk dat je gewoon moet beginnen bij verandering. Dus dat je niet eens zozeer over de norm moet hebben, maar meteen iets moet uitproberen. En waarom heb je die niet aangezet? Nou, omdat het gewoon hadden heel leuk. Het was niet leuke opmerkingen. Ja, maar daar zat ik nog wel over te denken. Ik denk eigenlijk dat veel veranderprocessen daar wel baat bij zouden kunnen hebben. Gewoon probeer het maar gewoon uit. Als het ben ik mee eens, maar dan ben je blijf je in de enkele slag van leren. Ja. Dus je moet beginnen, maar dan denk ik op een gegeven moment. Ja. Nou ja, kijk, maar het is niet echt een tegengedacht. Maar het is wel een verkenning of zou een verkenning kunnen zijn, ja. Ja. En ik vond het ook wel leuk, je bent met die CMC, dat heb ik echt helemaal niet. Oh ja, maar daar hadden we ook over kunnen hebben. Ja. Oh ja, dat was ook wel leuk geweest. Ja, maar het is wel grappig, eigenlijk vind ik dat wel spannend, als ik het eerlijk zeg. Om dan niet tegen, ik ben niet zo'n tegen, dus ik kijk ook wel graag naar journalisten en interviewers. Die kunnen soms echt goede vragen stellen, dat is echt wel een bekwame. Ik ga ook wel mee met, als ik terugkijk naar de opnames. Omdat het ook prettig is als het prettig blijft. Ja, vind ik wel. Ik vind, dan heb ik het gevoel, dan is het een mooi gesprek. Terwijl het natuurlijk ook een mooi gesprek kan zijn als ik meer scherper worden. Ja, ik weet niet. Het is wel een interessant punt. Want als je naar radio luistert en het woord ik kan wel echt heel erg plaatsvervangende emoties hebben. Ja. Dus als het ongemakkelijk wordt in de radio, dan zit ik bijna dan moet de radio uit. Ja, dat heb ik ook. Ja. Kan je ook niet kijken naar dingen op tv? Nee, dat heb ik ook. Kan ik niet. Ja. Dus op zich wel een interessante vraag wat daar achter schuil gaat en of dat... Maar dat is bij mij altijd. Ik heb ik heb niet zo'n behoefte om ook heel scherp te confronteren, ook in trajecten die ik doe.
Ik laat gewoon zien wat ik er... Ik probeer het meer te... Ik ben niet iemand die heel erg confronteert van... jij doet dit en je doet dat. Of je zou het zo moeten doen. Ik probeer veel meer, het wel op tafel te krijgen. Ja, maar onderzoekend. Veel meer vanuit praktijkvoorbeelden naar voren te laten halen. Ik stel meer vragen dan... Ik ben meer een soort onderzoekende veranderaar dan een confronterende... Ja. En als je nu de eerste gesprekken opnieuw zou doen, zouden die dan echt heel anders gaan? Of zou je zeggen, nee, dat... Nee, ik denk, hoofdlijn zou ik het wel zo willen houden. Ik zou een aantal keer wel, inderdaad wel meer willen meedoen. Ik denk dat wel, maar op zich ben ik wel heel blij met de thema's en ook de reacties. Ja. En de inhoudelijke want ik heb bijvoorbeeld Bartel Brussé geïnterviewd, die staat nu net deze week online. Kunstenaar over creativiteit. Ah, leuk. Superleuk gesprek. En die zegt bijvoorbeeld, ja, creativiteit, dat is niks. Het is je gereedschap kennen. Je vak verstaan. Mooi, hè? Elke dag oefenen. Jezelf een opdracht geven. En dan komt de creativiteit vanzelf wel. Nou, daar heb ik een stukje over geschreven in de NRC. Ik heb heel veel reacties van in school. Van, waarom zou je nou nog op een school aan creativiteit moeten werken? Waarom heb je het over hoe bedien je die werkbank? Ja. Hoe leer je tekenen? Hoe bedien je een lineaal? Hoe kan je grades meten? En dan gaan kinderen de mooiste dingen maken. En het is wel interessant dat als je dit tegen je opmerking aanlegt over, ik ben zijn naam even kwijt, de wiskunde... Marcel Smeijer, ja. Dan, en jouw opmerking van, ik ben me er bewust van geworden van de achterkant van wat ik normaal... dan kom je dus op die didactiek terecht. Ja. Dit zit één op één daarin. Ja. En klopt, ja. Ik hoor daar ook wel bijvoorbeeld bij ons op de hogeschool vraag naar. Van om niet aan die... reflectieve persoonlijke kant te zitten, maar juist aan het vak zelf. We zijn natuurlijk een lerarenopleiding. Ja. Dus wat is het... Wat is mijn ambacht. Wat is het ambacht? Ja. Dus daar zit een soort van haat-liefde verhouding in dat ambachtelijke. Zeker, ja. Ja, ja ik ben ook altijd wel heel benieuwd naar werk. Ik vind werk ook gewoon hoe mensen werken en hoe ze dingen doen. Super interessant. Daar had ik met Marielle 2 weken geleden over. Die ontwerpt heel veel leertrajecten voor het mbo en voor allerlei plekken. Die zegt van ja, je moet het werk snappen. Ja, absoluut. Dus ik was gisteren bij officieren. Ja, wel leuk. En ja, dat is een vak wat ik dus niet goed ken. Nee. En dan gaat het dus, dan spreek ik een aantal mensen die zeggen bijvoorbeeld... Nou ja, je bent continu bezig met iets waar mensen tegen zijn... Ja, dat vind ik interessant. Ja, dat is heel interessant, ja. Wat doet dat dan met je? Of hoe, dus ik ben helemaal met je eens. Je moet het werk echt, daar moet je interesse in hebben. En dat proberen te begrijpen, anders kun je niet zoveel met leren ontwikkelen. Nee. En dat speelt natuurlijk bij leraren een enorm belangrijke rol. Hoe stel je op in een klas? Wat is je opvatting over een goede les, over didactiek? Ja. Ja. Over instructie geven aan 30 kinderen. Dan ga er maar aan staan. Ja. Ik heb wel eens lesgegeven voor 7 kinderen. Dat vond ik al een uitdaging. Ja. Gemiddeld zitten er 28 kinderen in de klas. Ja. Dit zou natuurlijk, dit chipcast gebeuren, zou natuurlijk ook een interessante interventie zijn in organisaties. Of op thema's. Ja. Ja, ik heb wel dus met Pieter Jan van Weijgaar, de collega, hebben radioopnames gemaakt. Eerst binnen Kessels en Smit als manier om over onze eigen ontwikkeling te praten als organisatie. Ja. En later hebben we wel geëxperimenteerd met verschillende opdrachtgevers. Maar de techniek was toen nog moeilijker. Het was allemaal, ik kan je niet voorstellen, maar nu, wat je hier zit, dit kan ik meenemen, heb ik in een minuut opgezet en dan kan je een opname maken. Ja. En zo'n gesprek, ik heb ook wel, wat wij hebben, die ruimte, maar wel, het is wel echt, want het wordt opgenomen. Dat heb je eigenlijk in veel organisaties niet meer zo. Dus dat zou, ik wil ook wat meer naar organisaties toe. Ja. Kijken of je ook gewoon aan tafel in de lerarenkamer een podcast kan maken. Ja. Of op het schoolplein, of bij die officieren. Ja, of bij die inspecteurs. Bij die inspecteurs. Dat is nou professionaliteit. Ja, want is het wel echt. Interessant. Zou wel leuk zijn, ja. Ja, gaan we doen. Cool, leuk. Nou, te gek. Dit is de Trip van Chip.